zoals u weet, er is nu een coronavirus, coronapandemie, coronacrisis, COVID-19. En in verband met de coronacrisis geen openbare optredens live met publiek meer. En ik wil op Facebook vrienden een paar mensen even een woordje te spreken. Ten eerste Rashima Blondel Timmerman. En ik zou zeggen een fijne avond en van harte beterschap aan Victor Loriot. Dan zou ik ook willen zeggen, doe rustig aan. Wees lief voor elkaar thuis. En van harte beterschap. Tegen Greet de Wink. Die ligt misschien al op één oor. Een fijne avond. Bedankt voor het fijne telefoongesprek. Dan nog wat. Voor de mensen op Facebook. Mocht iemand toevallig in de buurt van Utrecht zijn, die mag voor mij een klein pakje halen bij de benzinepomp. Bijvoorbeeld hier de Texaco. Dat mag bij mij in de brievenbus worden gedaan, dan haal ik het zelf wel. Ik kan nog wel een beetje lopen met mijn rollator, maar contactloos. Dus gewoon in de brievenbus. Ik wil ook niet dat mensen onnodig voor mij geld gaan voorschieten. Dus op het moment dat ik zeker weet dat iemand het gaat kopen, dan, en ik weet ook zeker dat ik het krijg, dan betaal ik dat. Ik heb ING Bank en mijn ervaring tot de dag van vandaag is, ik maak het nu over, dan staat het nu op de rekening. Ik vraag geld. Simpel. En dan nog wat mensen. Leuk dat jullie op Facebook vrienden zijn. Nodig nog meer mensen uit, ook op de speciale groep. Speciale groep van artist mensen. En listen you all, whatever you do, do it together. It is simply ridiculous. Everyone so funny, do you know? You want to know it or not? Big or small, everyone's so funny. Noticed? Did ya? Just not. It really is true for everyone. It's kind of mood. Different and yet the same. anyone who does so in his way, so
funny. Listen. Now, what works, works. What does not work, does not work. You can learn or even experience. It's actually very simple, and whatever you do, do it again. Take your time, just do it. En toch wil ik nog eventjes aan Rashima Blondeel Timmerman vragen, als het mogelijk is, als je het in huis hebt. Denk het niet, maar de vraag is of iemand bereid is om een ansichtkaartje te sturen naar mijn moeder Jolande, niet Jolanda, Jolande. Streepje Nijendorp. Ik zal het wel even op internet zetten. Het adres bij Gooizicht. Revalidatiecentrum in Hilversum. Er is er maar één die Gooizicht heet. Afdeling Hermelijn. Jolande Simon. Moeder van Eugène Simon. En dan de groetjes van iedereen die ze niet kent. En van mij. De rekening naar Recording Studio Holland 1962. Ik betaal wel. Slaap lekker.